zitten er allemaal ruggetjes erin? Ik snap even niet. Even weer van alles proberen. Om die ruggetjes kwijt zien te geraken. Ik zie allemaal vierkantjes op het scherm. Zo, hij is weg. Mooi, nou ja, dag. Nog een goede middag. Ja. Ja. Nogmaals een goede middag. Ja. En jij ook, hè? Ja, jij ook een goede middag. Of nee dan? Nee, dat moet niet zeggen, niet even kwispelen. Hé? Ook een goede middag, ja. En kan de half eens buiten zeker of niet? Ik weet niet waar die is. Oh, die komt hij net aan. Jij ook een goede middag? Ja. Ja, ook een goede middag. Hé? Ja, ook een goede middag. Jullie daar ook aan de andere kant van dit schermpje? Ja. Het is vandaag dinsdag. Het is vandaag, even zien, de 23e oktober. En het is 1:03. En straks komt Chrissy. Maar ik wens jullie als eerste een hartelijk welkom weer bij een nieuwe vlog van Corinna. En ja, jullie hebben het al gezien, de beestenboel, hè? Ja. Ja, man, groot gelijk hoor. Ja. Dus gaan we er een gezellige middag van maken. En misschien wel wat de dag ons verder brengen zal. Ik heb vandaag voor het eerst iets gedaan wat ik nog nooit van mijn leven heb gedaan. En dat is mijn huishoudelijke hulp vrijgegeven. Daar ik vanochtend gans beroerd wakker werd, knallende hoofdpijn. Ik denk, ja, toeliedokie, dit zit tegen migraine aan. Dat gelukkig net niet. Maar ik denk, ik app ze af. Of een appje gestuurd. Maar staat ze even goed nog weer voor de deur. Belt ze op. Ben je wakker? Nou, nee, ja en nee. Jij belt me wakker. Maar ik had je een appje gestuurd. Lees dat dan. Ja. Dus dat heeft ze gelezen. Ach, zegt ze. Nou, dan ga ik weer. Laat je lekker liggen. Rust maar lekker. Nou, toch lief, ja. Maar oké, in ieder geval. Ik ga even mijn kopje afwassen. En ik ga koffie maken en een broodje maken. En dan ga ik eten. En dan gaat de telefoon. Dus ik zou zeggen, tot straks. Nou, dat telefoontje wat ik binnenkreeg, dat was niet Karin of zo, nee, dat was Chrissy. Die belde op om te zeggen dat ze hoogstwaarschijnlijk niet kan komen. Want er is daar in het gebouw waar zij woont, stond ook in een appartementencomplex. Gelijkvloerse woningen en liften en alles erin. En onder een deur van een appartement komen maden aangelopen. Ja, drie man raden wat er dan kan wezen. Dus ja, straks komt de politie daar, dus het is afwachten, dus ze allemaal op de hoogte houden. Het is even geen leuk idee, nee. Kan van alles wezen, maar ik hoop niet dat ene. Nee, echt niet. Maar oké, ja, ik moet toch eten even goed, ja toch, ja. Dat het is afwachten of ze komt, ja of nee, ze weet het dus niet. Ligt er ook aan wat er aan de hand is, want ja, je kunt door vele oorzaken maden krijgen. En het is even afwachten. Ik hou jullie op de hoogte. Doei! Ja, daar zijn we weer. Ja, ik was er even een tijdje niet weer geweest. Nee, want ik heb bezoek gehad, niet voor Chrissy, nee. Mijn vrouwelijke begeleidster die is geweest, Sandra, en die had nog eentje mee, die loopt mee, ja dat noemen ze dat zo, een stagiair is dat. En hebben we het even gezellig gehad, even zitten kwekken en te doen. Daarna kreeg ik weer telefoon van Chrissy, daar wachten ze op een
referentieonderzoek of hoe noem je dat? Weet ik veel. Je begrijpt me hopelijk wel. En anders ben ik, hey, pech. Toen viel ik met mijn neus in de boter met de televisie. Een leuk sprookje. Dus ik heb even een sprookje zitten te kijken. En dan ben ik met koffie bezig en dan ga ik zo meteen weer verder op mijn pc met mijn plaatje. En die zal ik afmaken. En daarna zie ik wel weer. Het is lekker verder een rustige dag. Ik heb hoofdpijn. Ja. Ik hou me gewoon vandaag lekker rustig. Ik denk dat ik me de hele week rustig hou. Ik denk dat alles nou eruit komt van emoties. Dus gewoon mij proberen rustig te houden. En we zien wel waar het schip strandt. Enkel donderdag ben ik in de stad. Want dan hebben we hier om Halloween. Ja, ja. Van 's middags 15 uur tot 's avonds 9 uur. En dan ja, doe ik mijn heksenhoed op. En ik heb nog wat leuks. Ja. Dus wie weet doe ik het morgen ook even op. Ja, ga ik de hele dag zo op die manier vloggen als heks. Ja. Zien we wel. Het is goed maar vol. Oké, lieve vrienden. Tot strakjes. Ja, een hele goede avond, lieve vrienden. Ja, het is alweer 21:43. En ik zit lekker televisie te kijken. Naar burgemeester Undercurver. Wel leuk. Dus een hondje woef af. Frodo, die ligt lekker te slapen. Maar de rest is, ja, Joost mag het weten, maar ik zie de andere twee niet. Ik denk dat die naar boven zijn. En ja, dat kan ook, hè. Dat, ik ga zo meteen nog even een bakje koffie maken. En ik heb al op Facebook gezeten, dat heb ik even afgesloten. Ik denk, even tijd voor mezelf, eventjes televisie kijken. Moet ook kunnen. En ga ik straks ook deze vlog weer in elkaar puzzelen. Zodat die weer naar YouTube kan. Ja, ja. Hey man. Hey kerel. Wat is dat kopje even omhoog en weer naar beneden? Goeie. Ja. Oh, het zijn klauwen. Oh, wat lekker. Hè. Dat klauw en dat kriebel op mijn kindertje. Ja, oh, zo lekker. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie avond. Voor straks welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard ook weer gezond op. En graag tot aan de andere kant van de nacht.